De drie grote ideologieën of stromingen die je in vrijwel elke democratie tegenkomt zijn liberalisme voor vrijheid, socialisme voor gelijkheid en confessionalisme, de christelijke stroming. Daarnaast heeft bijna elk land een parlement inmiddels, een milieubeweging met groene partijen, ecologisme en een paar populistische politici. Het populisme is een bepaalde stijl waarop je ideeën presenteert. Het is niet zo'n ideologie zoals de anderen dat zijn. Een ideologie is een verzameling ideeën over wat belangrijk is in de maatschappij en hoe mensen het best met elkaar kunnen samenleven. In dit filmpje leg ik al deze ideeën uit en we kijken nog naar de woorden links en rechts, conservatief en progressief, pragmatisme, communisme en fascisme en welke partijen wat vinden. Het liberalisme is de oudste stroming. Liberalen willen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. En deze vrijheden hebben de liberalen van de 19e eeuw vastgelegd in de klassieke grondrechten in de grondwet. Maar hoe kwamen ze op deze ideeën? Allereerst, weg met de koning. Weg met willekeur en machtsmisbruik door de overheid. Wij willen dat mensen zoveel mogelijk zelf bedoelen wat ze willen en zeggen wat ze vinden. Vrijheid. En mensen zijn individuen. En ook mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Slavernij, dat kan echt niet meer. En we moeten wetenschap doen in plaats van alleen maar bidden tot God. En dat waren de ideeën uit de Verlichting, een filosofische stroming in de 18e eeuw. En dit was ook de tijd van de Industriële Revolutie: met fabrieken, stoommachines, steenkoolmijnen, spoorwegen, kanalen, arbeiders en kapitalisme. Rijke burgers en kooplieden, nou, die zeiden: wij willen gaan ondernemen, geld verdienen, laat ons met rust en weinig belasting. De klassiek liberale, zeg maar de oorspronkelijke ideeën, nou, zij wilden vrijheid, ondernemerschap en een kleine overheid die zorgt voor orde en veiligheid. Met goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. Mensen kunnen zoveel mogelijk hun eigen ding doen en de politie straft mensen die de wet overtreden. Samen noem je dit een nachtwakerstaat, een land waarin de overheid alleen optreedt als rust en vrijheid verstoord worden, ja, net als een bewaker die 's nachts op een hotel past. Liberale partijen in onze tijd hebben wetten gemaakt voor persoonlijke vrijheden, zoals abortus, euthanasie en homohuwelijk, en probeert bedrijven en ondernemers te steunen dat het goed gaat met de economie. De overheid hoort klein te zijn met lage belastingen, maar ook lage en kortdurende uitkeringen voor werklozen. En de politie is duidelijk en sterk. In de jaren 80 ging de economie slechter en overheden kwamen in de schulden te zitten. Margaret Thatcher, premier van Engeland, en Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten, kwamen met allemaal ideeën om de overheid kleiner te maken. Zoals het verkopen van overheidsbedrijven. Zoals de post en de spoorwegen en water- en elektriciteitsbedrijven. Die waren vroeger van de overheid. Dat zijn nu winstgevende bedrijven. Maar ook het verkopen van sociale woningen voor armere mensen. En uitkeringen omlaag of gewoon niet. En ook sloot zij steenkoolmijnen en scheepswerven. Die verliesge verliesgevend waren. En ze gaan niet eigen industrie nog steunen. En streng zijn streng straffen. Nou, dit heeft echt veel armere en middenklasse mensen in Engeland heel veel pijn gedaan tot op de dag van vandaag. Maar voor de economie en voor bedrijven en aandeelhouders heeft dit goed gewerkt. Echter, zo'n volledig vrije, liberale 19e eeuw die Nachtwakers staat, dat laissez-faire, laat maar gaan, dat had gevolgen. We zaten nog in de tijd van de Europese expansie met slavernij, geweld, uitbuiting in de overzeese koloniën die Engeland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Portugal al in de 17e eeuw begonnen waren en nu hun koloniale rijk nog versterkte. Maar ook hier in de steden van Europa ontstond steeds meer armoede, uitbuiting, kinderarbeid, gevaarlijke werksituaties in fabrieken. Zo staken besmettelijke ziektes de kop op in die overbevolkte, verkrotte steden. En er was enorme luchtvervuiling, alsof het mistig was. En arbeiders werkten soms wel van 6 uur s ochtends tot 10 uur s avonds in gevaarlijke fabrieken, zonder pauze en heel laag loon. Arbeiders en kinderen die moe of ziek of gehandicapt raakten door die gevaarlijke machines, nou, die werden ontslagen, werden op straat gegooid. En er waren geen uitkeringen, ook niet als je oud was of ziek of werkloos. De rijke liberalen en de fabriekseigenaren, die zo'n beetje de leiding allemaal hadden, ja, die vonden het op zich soms wel zorgelijk, maar er werd niet vanuit de overheid iets gedaan. En toch kwamen er steeds meer discussies of de overheid iets moest doen aan deze zogenaamde sociale kwestie. Iets eerder was er een boek verschenen, Das Kapital, geschreven door Karl Marx. Hij voorzag al dat bedrijven steeds groter en grootschaliger zouden worden, met als gevolg uitbuiting van arbeiders en klassenstrijd tussen arm en rijk. Marx voorspelde dat arbeiders, proletariërs, in alle landen zich zouden verenigen in een revolutie om het kapitalisme omver te werpen en in communes, leefgemeenschappen, alles eerlijk zouden gaan delen. Nou, dit communisme. Werd in Rusland en China en Cuba na een revolutie verplicht van bovenaf ingevoerd. Maar ja, dat liep uit op een totale dictatuur, zoals ook nu nog in Noord-Korea. Toch raakten ook heel veel mensen in democratische landen geïnspireerd door sociale, socialistische of sociaal-democratische ideeën over gelijkheid en solidariteit. Een solidair zijn met anderen wil zeggen dat je hen helpt, op anderen past en meevoelt en er samen de schouders onder zet. Iedereen draagt zijn steentje bij en iedereen heeft recht op een goede woning en op werk, op vrije tijd, op goede scholen en ziekenhuizen, en veilige werkomstandigheden. En een sterke overheid kan dat het beste organiseren. Deze sociale grondrechten werden in de 20e eeuw aan de grondwet toegevoegd. Maar de overheid moet haar best doen hiervoor. Arbeiders wilden niet langer als een kudde schapen de fabriek ingedwongen worden. Maar ze verenigden zich in vakbonden. Dat is een organisatie om je belangen te behartigen. En ze eisten veilige werkomstandigheden en werkdagen niet langer dan acht uur. En ook zorgden sociaal-democratische partijen voor uitkeringen. Als je ziek, werkloos, gehandicapt of ouder dan 65 bent. Nou, dit vangnet noem je de verzorgingsstaat. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dus ook hoge belastingen voor rijke mensen. Zoals je ziet, zijn liberalisme en socialisme soms elkaars tegenovergestelde. Of beter gezegd, de een is het logische antwoord op de ander. Bij te veel vrijheid ontstaan er ook problemen en oneerlijke situaties. En bij een te grote overheid en te veel uitkeringen raakt het land weer in de schulden en moeten we weer iets nou ja, bedrijfsmatiger gaan denken. Nou ja, en beide stromingen hebben de wereld gemaakt zoals die nu is. Al die tijd was er ook nog een derde middenstroming die redeneert vanuit het christelijke geloof, de christendemocraten. Hun stroming gaat over naaste liefde, rentmeesterschap en geloof. Deze stroming noem je het confessionalisme. Christelijke partijen zeggen, God beslist over leven en dood. Dus geen abortus, niet vaccineren, geen euthanasie. En als je heel erg uitzichtloos en ondraaglijk leidt aan kanker bijvoorbeeld, mag je niet eerder dood. En ook geen morning after pill of condooms uitdelen. Nee, je moet gewoon geen seks hebben voor het huwelijk. En doodgaan pas als je aan de beurt bent bij God. Maar ook naast de liefde voor ouderen en gehandicapten. En rentmeesterschap. Dat wil zeggen, God heeft ons de aarde te leen gegeven en we mogen er tijdelijk op passen. Dat moeten we goed doen. En christelijke partijen komen dan ook altijd op voor de boeren die het land bewerken. Daarnaast is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Homoseksualiteit en homohuwelijk, dat is niet de bedoeling, dat is zondig. Wij burgers zijn soeverein in eigen kring. De overheid mag zich niet met ons bemoeien, met ons gezin en ons geloof. En de man heeft dan meer de leiding, en de vrouw meer een ja, zorgtaak. En de overheid, die heeft hooguit een aanvullende rol. Maar het meeste kunnen de kerk en de verenigingen en de gezinnen samen oplossen. En natuurlijk is er zondagsrust, winkels dicht. En in sommige gemeenten mag je op zondag de was niet buiten hangen. Ondertussen maakte de mensheid er een soetje van met de natuur. Milieuvervuiling en plasticsoep En het uitmoorden van walvissen en tijgers. En het vernietigen van tropisch regenwoud, de koraalriffen. de was zure regen, de ijskappen smelten. En een enorme uitstervingsgolf waar we nu in zitten. Het begin van de milieubeweging, die hier wat aan wil doen. Ja, en ook wel het ecologisme genoemd, of al die groene ideeën. Dat was het boek Silent Spring van Rachel Carson in 1962. Zij schreef dat ze in de lente geen vogels meer hoorden zingen en geen insecten meer zag, omdat de boeren in de omgeving alles dood hadden gemaakt met gif. En daar rechts zie je hoe dat ging. Vervelend, die muggetjes en torretjes, laten we alles doodmaken met uh, spray, met het gif DDT. En later werden er misvormde kinderen met afwijkingen geboren. In rijke landen gebruiken we nu minder en ander gif. Maar toch en ook schreef de club van Rome dat we niet zo door konden gaan met steeds meer mensen, steeds meer consumeren. Er zitten grenzen aan die groei. Maar sindsdien is het eigenlijk nog best wel misgegaan. Groene partijen in parlementen hebben wetsvoorstellen gedaan om de industrie schoner en de landbouw duurzamer te maken. Denk aan roetfilters, geen afval in de natuurlozen... en betere omstandigheden voor al die boerderijdieren. Maar ook dat mensen minder vervuilen en minder verbruiken. Dat we de natuur gaan herstellen en redden. Inmiddels zijn partijen uit andere stromingen het hier vaak al mee eens... dat we in de 21ste eeuw niet meer zo met de natuur kunnen omgaan als in de 20ste eeuw. Tot slot is er een... Populistische manier om allerlei gevoelens uit de maatschappij over te brengen in de politiek. Trump was daar een voorbeeld van, de voormalige president van Amerika. En in Nederland Geert Wilders en Thierry Baudet. Deze politici en partijen hebben altijd een afkeer van de bestaande leiders en daar zijn daar vaak wel grof in hun taalgebruik over. Maar in hun ogen is dat nodig, omdat ze zo gehoord worden in wat het volk wil. Het hangt helemaal van of, of de leider charismatisch en opvallende aantrekkingskracht heeft, of deze partijen wel succesvol worden. En meestal zijn die meningen ook nationalistisch: dat hun eigen land het beste is en grenzen beter dicht kunnen. Ook hebben ze het vaak aan de stok met de media. Of omdat ze zelf fake news verspreiden. Of omdat ze van mening zijn veranderd. En dat, de, dat komt dan weer handig uit. En als een journalist ze daarop wijst, dan is dat weer fake news. Of het is demonisering en een hetze. Nou ja, typisch populistische one-liners zijn bijvoorbeeld te veel immigranten. En belastingomlaag, dieven. Islam is de vijand en kunst is elitair. In heel Europa komen en gaan populistische partijen. Maar vaak is er dan weer een schandaal of een relletje en dan komen ze niet in de regering. En ja, hun populariteit wisselt ook nogal erg, omdat burgers eigenlijk dan toch ook weer bang zijn dat er niet echt een samenhangend plan is. Ja, populisme is een stijl, een manier om je ideeën over te brengen. En dat, dat kunnen allerlei ideeën zijn. En ook hele goede ideeën die overgenomen worden door anderen dan weer. Maar soms worden er ook racistische ideeën geuit. En als je daar extreem in wordt, kom je uit bij een andere ideologie, namelijk fascisme, oftewel extreem rechts, nazi's. En dat is ook een politieke stroming, een ideologie. Deze gaat niet samen met de democratie en de rechtsstaat. De kern is racisme en een gevoel van superioriteit. Eén sterke leider die leidt het pure volk op militaire wijze. Nou, iedereen is soldaat en arbeider en perfect bloed en anders moet je dood. Het bekendste voorbeeld is Duitsland toen Hitler aan de macht was. Maar ook nu nog zijn er extreemrechtse en racistische mensen met dergelijke ideeën voor hoe de wereld eruit zou moeten zien. Tot slot kijken we naar het hele spectrum. We gaan zeg maar, de politieke partijen sorteren. In waar ze staan ten opzichte van al die ideeën. Je kunt partijen indelen van linkse ideeën tot rechtse ideeën. En links is dan, de overheid is sterk en rechts is, bedrijven maken alles sterk. In het parlement, als je daarvoor zou staan, dan zie je ook aan de linkerkant van je de linkse partijen en aan de rechterkant die rechtse partijen. En een heel middenstuk. Links wil zeggen dat je vindt dat de overheid het eerlijkst en het best kan organiseren, dat het goed gaat met iedereen. Nou, sociale en groene partijen willen zo'n sterke grote overheid met hoge belastingen, goede woningen, scholen, wegen, ziekenhuizen, schoon milieu, vrije tijd, gelijkheid. Rechtse mensen en veel liberalen in het algemeen zeggen, toe joh, laat mensen lekker zelf hun ding doen. Bedrijven kunnen al onze problemen waar maar vraag naar is oplossen. De overheid moet klein zijn en als scheidsrechter werken. Nou, de confessionelen willen alleen dat de overheid veel doet als de kerk en verenigingen dat zelf niet kunnen. Maar als je doorslaat en het niet meer democratisch wil doen, dan kun je extreem links zijn en het communisme nastreven. Of extreem rechts zijn en het fascisme nastreven. En dan kom je in een dictatuur en dan heb je geen parlement en geen verkiezingen en geen vrijheid van meningsuiting. Nou, behalve links en rechts kun je ook progressief, vooruitstrevend, vernieuwend, kosmopolitisch, uh, open naar de wereld zijn. Of conservatief, behoudend, gesloten, gericht op je eigen land. Dat alles blijft zoals het was. Nou, we kijken even hoe de partijen daar dan, hoe die daarover denken. Een aantal linkse, progressieve, vooruitstrevende partijen in Nederland zijn bijvoorbeeld de SP... De Socialistische Partij, BIJ1, eh, Partij van de Arbeid, DENK en de Partij voor de Dieren. Drie christelijke partijen van Nederland zijn ChristenUnie, die wat meer sociaal is, het CDA in het midden en de SGP, de heel streng christelijke partij, waar tot voor kort ook vrouwen geen lid van mochten worden. Drie liberale partijen zijn de VVD, D66 en Volt. Waarbij VOLT heel erg voor Europese samenwerking is. En D66 heel erg over onderwijs en goed onderwijs streeft. Terwijl de VVD meer op ondernemerschap en migratie zit. En D66 is daarbij meer pragmatisch en afhankelijk van het probleem de beste oplossing kiezen. Pragmatisme, niet te ideologisch zijn, maar doen wat nu handig is. Nou, tot slot zijn er de PVV van Geert Wilders en Forum van Democratie. Dat zijn twee populistische partijen qua stijl, waarbij de PVV ook veel opkomt voor zwakkeren. Terwijl Forum voor Democratie juist erg rechtse uitspraken doet. Ook zijn er in Nederland om en om steeds one-issue partijen, één onderwerp partijen. Nou, die komen en gaan met soms één zetel in de Tweede Kamer, zoals de 50PLUS-partij of de Boerenpartij. Oké, okay, wat moet je onthouden? Er zijn drie grote politieke ideologieën: liberalisme, socialisme en confessionalisme. Omdat we niet goed voor de aarde zorgen, is er een milieubeweging op gang gekomen. En alle vier hebben ze bijgedragen aan heel veel wetten in Nederland en Europa. En tot slot is er een politieke stijl, een manier waarop je ideeën kunt roepen. Je afkeer van de regering bijvoorbeeld. Je weet nu dat links een sterke overheid wil. En rechts wil dat bedrijven het oplossen. Er zijn progressieve, vooruitstrevende ideeën en conservatieve, alles houden zoals het was. En als je extreem doorslaat, dan krijg je een dictatuur, zoals met communisme en fascisme. En je weet nu waar in dit spectrum de politieke partijen van Nederland zich bevinden.